Studio. Mijn naam is Arjen. Ik ga vandaag slootje springen. En ja, ik heb oude kleren aan. Want ja, ik moet niet met netjes in kleren gaan slootje springen natuurlijk. En ja, ik ben al nat. Want ik wou even uittesten. Maar ja, dat ging niet helemaal goed. Dus ik ben al nat. Maar ik ga het gewoon weer doen. En nu ga ik het even opnemen. Want zo net heb ik het niet opgenomen. Oké, ik ga even vanaf hier. Mensen, daar komt ie. Ja. Ik ga dus in deze vier slootjes springen. Ik ga alleen daar. Daar. En ik weet nog niet waar ik nog meer ga doen. Maar ik ga eerst even daar. Misschien ook nog straks ergens anders. Maar de kans is klein. Oké, let's do this. Ik ga alles opnemen. Veel kijkplezier. Ik ga gewoon nog een keer, maar jullie vragen jullie af waarom ik zo net een beetje vreemd keek. Ja, ik was een beetje pist, want er zat een beetje water hier op mijn iPod. Maar ik heb hem nu meer uitgezoomd, dus nu wordt hij ook veel minder snel nat. En mensen, voor duidelijkheid, ik ga nu nog even een keer springen. En ja, tot zo. Mensen, ik ga nu nog één keer springen, dus heel veel kijkplezier. Komt-ie! Monster! Nice man! Mensen, ik ga nog één keer, dus de allerlaatste keer. En ik wens je heel veel kijkplezier toe. Komt-ie! Sorry dat ik zo net niet vaker over de sloot heen ben gesprongen. Want de camera viel uit. Hij stond nog op 20% of zo. En hij viel op een gegeven moment uit. Ik had iemand anders gevraagd of die voor mij wou filmen. En toen viel die dus uit. Sorry dat ik dus niet meer heb gefilmd. Want we moesten nu naar mijn oma toe. En we zijn dus nu bij mijn oma's huis. En daarom. En zo net waren we bij mijn vaders thuis. Nou, eigenlijk bij de sloot, zeg maar, daar in de buurt. Maar in ieder geval, hopelijk vonden jullie deze video toch nog leuk. Ondanks dat ik niet heel vaak op de sloot ben gesprongen. En hopelijk zie ik jullie dan graag in de volgende video weer. En dan zeg ik zoals altijd, laters!